Nou, ik ben voor het derde seizoen trainer van Max Kappert. Die voetbalt bij Randoorn in het tweede elftal. Max is over het algemeen een goede verdediger. Hij is wel een hele tijd geblesseerd geweest. Een zware blessure gaat aan zijn knie. Maar Max, als hij voetbalt, geeft hij altijd 100% en speelt hij meestal rechtsachter in de verdediging. Dus ja, eigenlijk altijd rechtsback gevoetbald. Vind ik wel het leukst. Ik denk wel dat het mijn beste positie is. Ja. Ik zat rond mijn 15e, denk ik, zat ik een beetje in de struggle van, goh, weet je, volgens mij ben ik toch wel iets anders dan anderen. En toen op mijn 17e leerde ik ook een jongen kennen. Toen dacht ik, nou weet je, dit is wel mijn moment om echt te zijn wie ik ben. En daardoor dacht ik, nou, ik moet nu ook wel uit de kast komen daarvoor. Tijdens de training wilde ik het op een gegeven moment vertellen tegen mijn team. En het fijne daarvan was wel dat ik al een paar vrienden in mijn team had zitten en mijn broer ook. Dus ik had al wel een beetje een veilige basis waarvan ik wist, weet je, die weten het al en die zullen sowieso achter mij staan. Dat vond ik wel heel fijn. Maar het was tijdens de training en toen heb ik eerst even mijn leiders bij mijn groep, mijn trainers op dat moment. Ik zat in de A. En nou ja, toen uiteindelijk toch verteld en werd ook heel positief opgepakt. Ik kreeg gelijk een knuffel van allebei de mannen, terwijl het wel echt mannen zijn voor 50 jaar. Maar ja, dat doet me nou wel heel goed en dat geeft me ook wel vertrouwen om het dan vervolgens tegen het team te vertellen. Voor mij was het de eerste keer om mee te maken als trainer zijn dat iemand vanuit de groep bekendbaar maakte dat hij homoseksueel was of is. Ja, dat was in het begin wel eventjes, of nou, schrikken is niet het juiste woord, maar daar kijk je wel in het begin wel even raar van op. Maar ik moet zeggen, nou, voor mij is het totaal geen issue. En toen, ja, toen is gelijk daarna naar de groep gegaan. En toen hebben we gezegd van jongens, ik moet jullie wat vertellen. En, ik zit er best wel mee, ik vind het best wel spannend, maar ik val op mannen. Ja, het was natuurlijk wel even stil, want het is natuurlijk wel een verbazing. De meeste mensen die hadden het ook niet verwacht van mij, denk ik. Dat zeiden ze ook wel. Maar ja, toen die stilte werd eigenlijk wel doorbroken door applaus van het hele team. Na de tijd ben ik niet heel veel veranderd als hoe ik ben, maar het heeft me wel gewoon een stukje meer zelfvertrouwen opgeleverd. Weet je, ik kan gewoon echt zijn wie ik ben nu en ik kan ook dingen zeggen hoe ik me voel. En ik kan ook, ja, weet je, als ik een leuk iemand ontmoet, dan kan ik daar ook gewoon over praten. Net zoals mijn vrienden kunnen praten als zij een vriendin ontmoeten. En, ja, dat wordt heel gewaardeerd en dat vind ik heel fijn. Ik merk wel dat je daar krijg je wel echt meer zelfvertrouwen van. Natuurlijk worden er links en rechts geintjes gemaakt, maar die worden ook gemaakt over iemand bijvoorbeeld met rood haar of ja, met een iets te dikke buik. Dus wat dat betreft, dat zal altijd gebeuren binnen een groep mannen, denk ik. Een beetje stoere mannenpraat hou je dan toch? Ja, in de club is het ook wel veel veranderd. Er is een man van oudere leeftijd, rond de 45, is toen ook uit de kast gekomen. Ik denk wel dat ik wat last heb gemaakt. Dat vind ik wel heel fijn. Dat, ja, ik vind het gewoon fijn om een goed voorbeeld te geven. Dat jongens denken van, goh, weet je, als hij het kan, dan kan ik het ook. Waarom zou ik het niet doen? Zo ben ik, hoe ik ben en ik wil geaccepteerd worden hoe ik ben. Dus ja, dat heeft wel echt een positieve invloed gehad op de club, denk ik. Nou, natuurlijk is het stoer om... ja, volgens mij was Max de eerste. En dan is het natuurlijk wel een soort eergevoel misschien. Maar ja, goed, ik vind hem met name knap. Hij durft zichzelf te zijn en dat moet ook altijd kunnen, denk ik. Ja, de kracht van het team is wel echt een dingetje wat je meeneemt in je zelfvertrouwen, denk ik. En daardoor word je gewoon ook echt sterk en dan durf je ook echt te zijn wie je bent. Ja, je bent allemaal natuurlijk verschillende mensen en ja, ik hoor er net zo goed bij. You are always part of my team. You are always part of my team. You are always part of the team. You are always part of my team. You are always part of my team.